Jurgen geeft alles wat hij in zijn lijf heeft in de achtervolging. Ondertussen hebben ook verzorger Roy en mechanicien René hun bestemming bereikt. Het duo wacht op de doortocht van de renners in de bevoorradingszone. René vertelt aan Roy dat het waarschijnlijk zijn laatste jaar zal zijn in de wielrennerij. C'est le dernier, Annie? Oui? We zullen het zien later, maar niet. Ah, oui, oui, oui. Profite un petit peu, hein, oui, c'est juste. Oui. J'avais déjà dit ça. René. La dernière année maintenant. C'est un micro, Vincent. Ouais, c'est un le micro. Le course, ben. Hein? Ben ouais. Ze gaan ouderen en nu doen we ons vastje om. Om dat ze ons herkennen. Hè. René, dan nog verder, ik weet niet. René. Het grootste deel van het peloton is gepasseerd. Nu moet Roy snel aansluiten om de renners die achteraan bengelen te kunnen ondersteunen. We zitten terug bij Lucien in de wagen. En de vrees die hij deze morgen had, lijkt waarheid te worden. De vroege vluchters worden in de slotkilometers gegrepen. Het wordt een magistrale eindspurt. De Barta die het gaat halen. Al ziet ze een jongen van net app die zich weert. Komt Petacchi er nog over. Alessandro Petacchi pakt hem. Het is de overwinning van de Grinta. Team Willems accent doet vandaag niet mee voor de overwinning, maar behoudt wel een sterke positie in het klassement. Na de aankomst lijkt er zich wel een scène uit La Grande Bouffe af te spelen. De renners zijn uitgehongerd. Het hotel is te ver om nog te wachten. Hey, het is 2 kilometer, hè? Hotel. Ja, daar je op. Hè? Dat weet ik niet, maar ik moet eten hebben. Ik heb een honger aan. Ik heb al lang honger. Dat is niet pikken, hè? Ze zijn dat allemaal een klein koersje waren. Aan de oprit van het hotel staat Jacques de groep op te wachten. Snel loopt het domein vol, tot grote frustratie van zowel de organisatie als de wielerploegen. Waar moet je dan naar zijn leren, chauffeur Lella? Ja, de bus voor de rijders. Hey. Why not the bus? Yeah, the bus is coming. De bus voor de rijders. Ja, bus is coming. Oh, no. I say to him. De bus. Everything. Everything blok, blok, blok. Roy blijft geduldig wachten. Zien hoe lang hij het volhoudt. Dat is hier een chaos, hè, Humbert. Ze zijn dus weggeleid, hè, voor de arrivé. Hè. En het was al mis. Men al moeten draaien. Stefan van Dijk ligt ondertussen op de tafel bij Humbert, de kiné. Hij legt uit waarom hij morgen niet meer met de groene trui zal rijden. Rob en ik die misten net de eerste groepen. Het was 50 meter en dat bleef 50 meter. Maar wanneer is die groep weggegaan? Op de eerste klimmen. Direct na de start? Nee, daar was ik mee. Op die lange klim. Dat gat was al geslagen eigenlijk na 2 kilometer klimmen. Neem je. En dat bleef tot de top hetzelfde. De avond valt en de renners kruipen onder de wol. Het was vandaag geen onverdeeld succes, maar het team gaf toch weer haar visitekaartje af. Vooral tijdens de laatste etappe maakten ze indruk. Met knap teamwork kleurden zij mee de slotkilometers van de Ronde van Turkije. Een grote overwinning kunnen ze niet in hun reiskoffer steken. Maar stap voor stap roert de ploeg zich meer in het peloton. Ze kunnen tevreden afscheid nemen van een mooie ronde. En hebben vooral een flinke dosis motivatie getankt. Goed voor de volgende ronde, maar dat is voor volgende maand.
Een sterke ploeg heeft sterke leiders nodig en in dat opzicht staat Team Willems Accent er goed voor. Luc Willems is bedrijfsleider en grote fan van AA Gent. Philip Krakow, ook bedrijfsleider, is zot van motorsport. De twee heren hebben de ervaring en de ambitie die nodig is om samen een pro-cycling-team tot nieuwe hoogtes te brengen. Vandaag leren we hoe dit veelbelovend verhaal begon. Vorig jaar waren er 9 continentale ploegen. Wij zijn daar toch volgens de UCI-ranking als beste uitgekomen. Na het eerste jaar hadden we al de ambitie om pro-continentaal te worden. Daar zijn natuurlijk centen mee gemoeid. Vorig jaar ben ik in contact gekomen met Philip Krakow. Ook een hele toevalligheid. De man wou daar toch de benodigde centen om pro-continentaal te halen. Wou dan dus van Accent uit dan toch die inspanning doen. En we zijn daar vrij rap uitgekomen. Nou ja, dus wij hadden de beslissing genomen om inderdaad de wielersport, die denk ik toch wel een zeer goed medium is om je naam en naambekendheid te promoten. Uiteindelijk het zijn het weinig sporten waar men de ploeg noemt naar, dus Willems Accent. Dat was eigenlijk een van de hoofdredenen voor ons om het te doen. En dan heb ik uiteraard Luc leren kennen. En Luc had een VZW-structuur, maar ik heb gezegd, Luc, ja. Ik wil dat wel doen, maar het moet misschien dan toch wel een tandje hoger zijn. Uiteindelijk, als je pro-continentaal wilt gaan, moet je dan ook de nodige, niet alleen de nodige centen op tafel hebben, maar moet je ook misschien toch de structuur en het management van het team een beetje anders aanpakken. We zijn dan eigenlijk beslist om gewoon om die professionaliteit erin te duwen, om ervoor te zorgen dat we dat professioneel kunnen managen. Eindelijk, want Luc is ondernemer, ik ben ondernemer, en om te zeggen, oké, goed, laten we dan een keer runnen als een onderneming. Laten we dan een keer doen op dezelfde manier. Uiteindelijk zijn daar 3 woorden uitgekomen. Dat is clean, clever, competitive. Het is goed dat ze eens een dagje samen doorbrengen. Dat is met een drukke agenda soms heel erg moeilijk. Dankzij de wielerploeg hebben we uiteraard elkaar wat beter leren kennen. En goed, in de kostbare tijd die Luc heeft en de kostbare tijd die ik heb, is het natuurlijk niet altijd gemakkelijk om veel af te spreken. Maar op regelmatige basis zorgen we ervoor dat we ofwel een keer een tour kunnen doen met de motto, of dat we een keer iets gaan eten, eventueel zelfs een keer in familieverband, zodat we elkaar wat beter leren kennen. En uiteraard spreken we dan een beetje over de koers, maar uiteraard spreken we ook een keer over andere dingen. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld over een goede fles wijn. Bijvoorbeeld. De twee heren zijn gelukkig met de prestaties tot nog toe en zijn ervan overtuigd dat ze binnenkort weer een trapje hoger zullen staan. Elke maand zetten we 2 renners naast elkaar om hun wielerkennis te testen. Vandaag vechten Evert Verbist en Sven van den Houten het met elkaar uit. Welkom bij de grote Team Willems Accent Wielerquiz. Pardon. Ben je er? Schilderprijs. Tweede. Zeven. Zeven vijftig, Tom. Ja, hey. Jij wacht daar. Ja. Wat is het? Ik wist dat in de 40ste was, maar... Ja.
Ik loop. Ja, dat is wel erg. Ik ga van Bergen. Hey, kom joh. Hey. Ik zat eronder, hè. Die is goed, kom. Ja, ja. Doe maar. Drie de Wolf. Vang van de broek, hè. Vang van de broek. Tweede. Achtste. Fan van den Houten mag doorgaan naar de tweede ronde. Tegen wie hij het volgende keer moet opnemen, blijft voorlopig een verrassing. Wij sluiten hoe dan ook af met een vraag voor de kijker. De winnaar krijgt een tuitje van Team Willems Accent opgestuurd. Succes en tot de volgende keer.